Wedstrijden tussen Lions en Bevo zijn altijd spannend. En dat is ook zeker deze keer het geval op de Limburgse handbaldagen. Hoofdrollen zijn er voor de keepers. Luc Hoyting en Mark van de Beuken houden veel ballen eruit. Maar deze had er sowieso wel in gemogen. De Lions doen het op snelheid met hier Serge Heijnen uit de break. Een prachtig doelpunt. Maar bij Bevo is het Dario Polman die vaak wordt gezocht. Hier geeft hij af op Toon Leenders. En zo blijft het redelijk gelijk opgaan in de eerste helft. De ruststand is 15-13 in het voordeel van de Lions. Dit is na rust een prima doelpunt van Evert Kooijman. Maar de Lions hebben het moeilijk in de tweede helft. Vooral Dario Polman heeft een aantal prima doelpunten. Hier verschalkt hij Luc Hoyting en hij zet Bevo op voorsprong. En zo wordt het heel erg spannend. Weer Dario Polman. Een pirouetje en weer scoort hij. En kan Bevo dan die voorsprong vasthouden? De Lions willen natuurlijk niet verliezen in deze derby. Ivo Steins met de score en hij brengt Lions weer terug. Maar de slotfase is aangebroken en Lions gaat dan kansen missen. De bal in het zijnet. En dan weten ze bij Bevo, ja, het kan. Dan komt nog de score van Rick Elissen. Een minuut voor tijd, 31-29. En dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. In de absolute slotfase nog een mooi goal van Luc Steins. Wie anders? Maar dat is het dan ook. 31-30 staat op het bord met de allerlaatste seconde aangebroken. Daar komt de zoemer. Bevo wint van de Lions. Voor het eerst sinds lange tijd. De vorige keer dat Bevo won van de Lions, dat was de landstitel. Anderhalf jaar geleden. Nu doen ze het dus weer. De derde plek op de Limburgse handbaldagen is voor Bevo uit Panningen.